Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Makeda, ja. En vandaag is dinsdag. Het is 9 uur. En om 9 uur starten we altijd weer met 12 uur lol. Ik ben er blij te mogen zijn om eigenlijk verder te lopen met mijn radiofamilie. Zodat we eigenlijk door kunnen gaan met eigenlijk voor Prati, Koni Nangasabi, voor Prati, Takjeetori, voor Opo Praxeri Bakasan Potin Uno. Omdat de Sansa Uno Eleri, Alade, en de Sansa Bi Etaki, Nasani die eigenlijk, hoe allemaal ben Sabi Banafesi, Bika Ananataken, en Aschrivi in Omenbuku. Dat inwa yeye, fostak ungona, ko ungona grondapu, inwa yeye, ananatek uno apart, en afarteru alasani, sang epesa, sang edrahe mo kondre, en alasan sang satap grondapu, sang sa ina universum, sang sa ina kosmos, u alamala sabik ba, alleen te wa yeye ekona grondapu. Te ayeye e weer akrosi sawekari amiti ashting da ashting etwingi ayeye fu vergiti dus ala sori sawetaki ala temporada nang saf misa euro kuna a radio esa etek den ting fu prati koni nang asabi fu everen krosi e konya e kontaki e kon bara boskopu vanana. Bara boskopu fu den bikis mafunu. Omdat denge fir alobigi a people. De fir alobigi den brara nanga sa. En omdat u alamala sabi. Tak te anana e blessi. Ane blessi wan sama nomo. Anana e bless collectief. En aten kondoro. Dat anana unone luken baka ane draaien baka morgi uno. Maar dat anana draaien visie pakken die uno. En dat betekent dat ablaka buba toafu lo dem tjen fu Jacob. Zo kan nou wie nengre kondre oso. Dat aten kondoro dat wan begin sammiki dat uno o reis. En samme bedoel na nga reis dat nadat aten kondoro dat we go bribi bakatap afasi fu dem bigis maf uno foskati botek uno. Dat we bribi baka, dat we kies koni nanga sabi baka fude yeye. En dat we kies koni nanga sabi baka sang desma ekar a oru fasi fu bribi. A oru koni fu de oru volkere, de ancient. Samen doe altijd, is dat ik altijd kijk naar wat ik de afgelopen week heb behandeld. En de afgelopen week me behandel ding 24 engelen voor a werkelijkheid in het Engels is het the holy watchers, the watchers of the presence. De we look at word presence in het Engels, dan betekent presence tense, de tegenwoordigheid, tegenwoordige tijd. Aanwezigheid, werkelijkheid. Maar presence betekent ook bij zijn, dichtbij, nabij, in de buurt. Dus dat zijn wat ze zijn. De heilige watchers. Ik heb ze alle 24 genoemd. Daarnaast heb ik ook aangegeven dat ze heel veel in de Bijbel, in de Memre Buku, worden genoemd. Alleen im ab aifushi en imusabi fa die worden genoemd in Amemrebuku. We praten veel over de drie rijken of koninkrijk of gebieden die er zijn. Altijd met Abi Abra de drie werelden. Een wereld voor Anana, dat is hemel kondre, de celestiale wereld. Een hemel voor Tatayao, dat na
een koninkrijk voor een spirituele wereld. Van Biggie, Moro, een derde koninkrijk. Daarna een koninkrijk voor materie. Voor mama Aisha. En een koninkrijk voor mama Aisha en een koninkrijk voor tata jou. Ze zijn eigenlijk één en dezelfde. Het loopt van heel klein, spiritueel, Karen Quantum, tot naar heel groot. Moro Biggie Sansa un. Dan ben dit op ondergrondtapu. Dat zijn reuze hagedissen en reuze mensen. Dus de reuzen, de Nephilims, hebben we het over gehad. En als je kijkt naar Fa'awitman, Pratigruntapu, dan is er een tijd geweest dat er hele grote hagedissen op aarde er waren. Dat ben je wan tratin in a memreboeku, dus maar ik haar atin dat olam. Dat na ating sa eigenlijk alasan san bij libinen bij nog voor lobby in een ati. Maar dat nou een trales. De spirituele wereld. En daarna schep a spirituele wereld die uno. En vuno libisma, we zijn gemaakt naar zijn gelijkenis en naar zijn essentie. Essentie na, het is mij tak. Ja, ik ga als essentie in mijn drinken zetten. Dat wil zeggen, een essentie voor wasani. Mag van een plant zijn. Alles heeft een essentie. Dus wij zijn gemaakt naar de essentie van anana. En omdat wij gemaakt zijn naar zijn essentie, hebben we een duale karakter. Wat heel uniek is. Net duaal betekent, bedoel ik twee. Dat is wat het betekent. Boven, beneden, man, vrouw. Licht, duister. De dualiteit, daar zitten we in. We hebben een duale karakter. En onze duale karakter is geest en vlees. Maar voordat we vlees zijn, en dus sterfelijk, zijn we spirit. Jeje. Dat is wat we zijn. Onze tijd in de sterfelijkheid in het vlees is een korte tijd en het is altijd een proefperiode. Maar voordat we in de sterfelijkheid komen, wordt onze geest, ieder van ons afzonderlijk, in liefde wordt onze geest door onze vader opgeleid. En we krijgen alles te weten wat we horen te weten. Het is een libisma om in sterfelijkheid, in het vlees, zich te herinneren. Sa anana, fluister in unu yesi. Die anana pot unu, in grondtapu, fa abe wanen. Abe meggi unu wang, unieke, specifieke lichaam. Dat had hij voor ons geprepareerd. Die onbedde in Eden ite, maar onlaf as jin dat die. De bigisma fontein dat te unuma ja in grondtapu e bevallen voor unu en a baby e kadoro. A eerste kree, dat na a eerste momenti van ademhaling, dat na a momenti sa a jeje e go libi in as jin voor a baby. Dus zolang onde in a bere voor unuma, na unuma wandrabe, da ayene de ete in a baby sande in amma bere. En ananataki, omdat moest voor beleri, voor te kwa eigen keuze, want unbe abma keuze na a splitsing in hemel. Zoma we volg Semihaza of Lucifer, nanga de gevallen engelen. Of Tatayau, nanga de 24 watchers die mekaar afgelopen week. En voor mij een keuze dat die moest wakken aan passief sterfelijkheid. Voor Sting. Zelf
dat hij jou tekisting controle bisma. Zo schreef je den bigisma van gewan den de wet man gewan neem de kare Jezus. Ook to eng wat passief wat umasma potentia taburon tapu want umasma na portaal. En sterfelijkheid nou een voorwaarde. Voor mij een keuze. Want in hemel kondre, in een spirituele kondre, in hemel kondre, alles van boom. Dat je nog een keuze naar dit mekki, omdat dat je uit een dena glorie voor anana. Alles aan dit op grond tapo, sa ai eshi. Voorstak atikistina grond tapo. Een gedachte voor een met in je kondre. Gedachte naar je. Ondenken naar je. Dus voordat we iets kunnen uitvinden en het kunnen bouwen met onze handen, moeten we het eerst mentaal, spiritueel gaan bouwen in onze hoofd en onze gedachten. Eerst daar creëren we het. Voordat we het gaan tekenen. En voordat we het getekende blauwdruk gaan maken met onze handen. Alles is eerst geboren in geest. Auto's, apps, boeken, games, kleding. Alles heeft eerst zijn eerste leven. Zijn eerste leven. Zijn eerste thuis in de spirituele wereld. In de gedachten, in de geest, in het verstand. Dat is de geboorteplaats van al wat is. Voordat het een fysieke, materiële vorm aanneemt die gebouwd is door ons. Alles wat is, moet eerst uit de werelden van het onzichtbare komen. Voordat het in de wereld van het zichtbare is. Voordat het kan leven in dat wat wij noemen de werkelijkheid. Daardoor weten we ook dat de wereld van het onzichtbare groter is dan de wereld van het zichtbare. Dus het onzichtbare is veel groter en loopt voor op het zichtbare. En wat we ook nog moeten weten is dat Anana Tata Yao hebben alles wat is gecreëerd. Tata Yao heeft het uitgesproken, spiritueel, in het ongeziene, voordat het zichtbaar werd in het geziene. Dat is wat we moeten weten. Dan gaan we door naar de 24 Watchers. Ik heb aangegeven afgelopen week dat deze watchers allemaal te zien zijn in Psalm 148. En ik heb Psalm 148 gelezen. Vandaag ga ik dat niet doen, want dat heb ik verleden week al gedaan. Maar we gaan vandaag dus verder met de creatie van de heilige watchers. Maar voordat we verder gaan, ga ik eerst naar de muziek. Afrika Liberate Zimbabwe. Nou, dat was Bob Marley, onze zingende profeet. Die ook zijn werk hier is komen doen. En dat is namelijk het bevrijden van de kinderen van Twaalfulo. Kinderen die gebonden zijn door andere natieën in een constante en een bijna veel te langdurende tijd dat wij eigenlijk onze krachten geven aan andere natieën en er zelf niks aan overhouden en zelf niet zien hoe wij als collectief uit deze uit deze positie kunnen komen. We hebben veel mensen gehad die zijn gekomen om ons eigenlijk de weg terug naar huis te wijzen.
mensen die een lichaam hebben en mensen die geen lichaam hebben. We gaan het hebben over de 12 watchers vandaag. De 12 watchers. En de informatie die ik hieruit haal, die ik geef, haal ik uit het boek van Enoch. Het boek van de grootmoeders. Book of Remembrance of the Great of the Grandmothers. En de Book of Remembrance of Melchizedek. Het boek van Enoch is een boek wat door het Vaticaan en door de westerse mensen eigenlijk niet als kanon is aangenomen. Dus met andere woorden, je hoeft het niet te lezen, je mag het niet lezen. En als je het leest, dan ben je eigenlijk ga je tegen de wil van de kerk in. En zoals wij weten, mochten mensen van 12 Loo eigenlijk jaren, honderden jaren niet lezen. Maar niet alleen de mensen van 12 Loo. Het was namelijk ook zo dat in Europa zelf, in het Westen, dat de normale mensen niet mochten lezen. Het waren de rijke mensen die lazen en de mensen van de priestersklasse. En al het andere dat mocht niet lezen, voor heel lang niet. Dus in die zin is lezen iets wat zeker vanuit de westerse grootheden in hun verleden gezien was als een privilege. Het boek van Enoch, dat is eigenlijk een boek wat door de Ethiopische kerk bewaard is gebleven voor ons vandaag aan de dag. En in dat boek staat eigenlijk ook aangegeven dat dit boek eigenlijk bewaard is gebleven voor ons, wij mensen van deze tijd. Wij zijn degene voor wie dit boek eigenlijk bestemd is. Want in dit boek krijg je eigenlijk de informatie die ik nu aan het geven ben over de watchers, over de engelen, over de winties, over de verschillende dimensies die er zijn. En een dimensie is eigenlijk niks anders. Een dimensie is eigenlijk niks anders dan een gebied. Bijvoorbeeld je emotie is een dimensie. Je hebt verschillende dimensies in onze aarde zelf. De geestelijke wereld is een dimensie, is een grote dimensie. En ook in de geestelijke wereld heb je onderverdelingen, zoals hoe je dat op aarde hebt. Het dierenrijk zegt het al. De dieren hebben een andere dimensie en een andere beleving van dezelfde realiteit waar we met z'n allen in zitten. Dus je hebt heel veel verschillende dimensies. Zelfs virussen, parasieten, noem maar op. Die leven in dezelfde wereld als jij en ik. Maar ze ervaren alles gewoon heel anders. Hetzelfde geldt voor vogels. Omdat zij kunnen vliegen, hebben zij een hele andere kijk hoe ze tegen dezelfde aarde en wereld aankijken waarin wij met z'n allen wonen. En zo wonen er op deze aarde nog veel meer wezens. Sommigen kunnen we met onze ogen zien en anderen niet. Zelfs virussen kunnen we niet zien, maar ze zijn er wel. Dat weten we wanneer ze ons ziek maken. En ook niet allemaal maken ons ziek. En sterker nog, sommige virussen die zitten in onze bloedlijn al vanaf het moment dat onze bloedlijn eigenlijk begon. Die worden aan ons doorgegeven, zelf in ons bloed. Sommige virussen gaan van vader op moeder, op moeder, op kind, op moeder, op kind, helemaal door, tot vanaf het begin tot en met het einde. En ze zijn onlosmakelijk met onze bloedlijn verbonden. En als ze er weg zouden zijn, zou onze hele bloedlijn, de hele samenstelling daaraan veranderen. Maar ik wijk nu heel erg af hoor, voor wat ik nu wil vertellen. Maar dit alles is eigenlijk belangrijke informatie. Dus er leeft in deze wereld nog veel meer. En niet alleen de mens. Alleen de mens die niet kan samenleven met zijn omgeving zorgt voor een onbalans. In de tijd van Enoch
waren mensen heel erg in tune met hun emotie. De Holy Watchers, maar ook de Fallen Watchers, die werken in op onze emotie. De meeste van die Fallen Watchers, die fluisteren. Ineens krijg je een ingeving. Wij zien het bijvoorbeeld in tekenfilmpjes, dat je twee wezentjes op je schouders hebt staan, een duiveltje en een engel. Eigenlijk hebben ze het daar vandaan gehaald. Fallen Watchers fluisteren ons in. Door een gefluister geven ze ons ideeën. En omdat ze fallen zijn, zijn de ideeën die ze ons geven niet echt de juiste en de goede ideeën. En die halen ons dus eigenlijk van ons pad. En de anderen, de Holy Watchers, die in ons zitten, die werken ons ook op ons in via onze feelings, onze fury, onze emotie. Ten tijde van de vloed van Noah hebben heel veel winties, heel veel gevallen engelen samengewerkt om die vloed te laten gebeuren. Sowieso de windie van Watra. En haar naam had ik al genoemd. Het is een groep windies. Maar wat noemen ze de Watra windies? Wij Surinamers kennen heel veel verschillende soorten. De Watra Ingi, de Barinia, Sekou. Nou, noem maar op. Er zijn best wel veel van ze. In de Orisha of in de Ifa-leer zijn er twee. Yemaya en Oshun. En Oshun zelf vind ik een hele leuke Orisha, Watramama. Omdat zij degene is die gaat over zoet water. Yemaya die gaat meer over de oceanen en de zeeën. Maar Oshun, Watramama, die... Zonder haar is er geen leven. Te libismawan taknanging kan je dat het beste doen door haar aan te roepen. En datgene wat je aan haar kan geven, waar ze van houdt, is honing. Maar er staat voldoende over Oshun op YouTube. De mensen in de tijd van Enoch hielden van de Winties en werkten samen met de Holy Watchers. Ze hadden kennis van de Winties. Ze wisten dat ze er waren en dat ze in de werkelijkheid aanwezig waren. Het was noodzakelijk in die tijd dat mensen met de windjes werkten. En het was ook niet een vreemd iets. Het is in onze tijd een vreemd iets dat wij eigenlijk niet eens meer weten dat er windjes zijn. Of dat we met de Holy Watchers horen samen te werken. Omdat Anana ze gezet heeft als ministering angels. En ministering betekent helpende. 24 leiders zijn er van de heilige Watchers. Deze 24 elders worden ook wel in het hoofdstuk openbaringen van de Bijbel genoemd. In openbaringen 4.4, openbaringen 10, openbaringen 5, vers 8 en zo nog meer. Ze worden genoemd de 24 elders, de 24 ouderen. En ze zijn ouderen. Ze zijn ouder omdat ze al vanaf het begin, nog voor de tijd, eigenlijk al door Tatayau tot aanschijn zijn geroepen. In Daniel, in het boek Daniel, in onze Bijbel, wordt het woord Watcher 3 keer genoemd. Maar ook in het Bijbelboek Jeremia. Het woord engelen of angels komt na het woord watchers. Er was een tijd dat het woord watcher alleen maar gebruikt werd om eigenlijk de windjes of de heilige engelen aan te duiden. Het woord engel bestond nog niet. Er was een ander woord ervoor en dit woord heb ik al eerder gebruikt. Dat woord is
Kodesh. In het woord Eer Kodesh zit Kodesh. En Kodesh in het Aramees Hebreeuws betekent heilig. Vandaar de naam Heilige Watcher. Nu maken we geen onderscheid meer tussen engel en watcher. Maar vroeger maakte men wel onderscheid tussen de fallen watchers en de holy watchers. De holy watchers, men zag ze en in de mensen van de tijd van Enoch, betekende hun naam eigenlijk degene met, met open ogen, degene die wakker zijn. Degene die praat. Wat dus eigenlijk inhoudt dat ze de ogen waren van Anana. Dat ze wakker waren. En dat ze konden communiceren. Ze konden communiceren met vooral de mensen die goed wilden doen. De mensen die leefden volgens de natuurlijke wetten. En voor de fallen watchers. Dus hun naam had ook een betekenis. En hun naam betekende degene of zij die zichzelf willen opliften. En die zichzelf willen neerzetten als meesters. Dus degene die zichzelf wilde neerzetten als meesters. En dus eigenlijk degene die vereerd willen worden. Zo worden dus de fallen ones genoemd. Eigenlijk degene met een grote ego en die glorie voor zichzelf wilde. En die fluisterden. Maar hun fluistering heeft altijd tot doel om mensen te misleiden. In de tijd van Enoch, de mensen die toen leefden, die wisten dat de fallen watchers terug te vinden waren in de elementen van creation, van de schepping. Dus de holy watchers, van hun was bekend dat ze aanwezig waren in de schepping en dat zij de elementen zijn van dat wat wij de schepping noemen. En wij zijn onderdeel van de schepping. Ik heb ze allemaal afgelopen week genoemd. Er zijn heuvel, vuur, water, de zomer. Zelfs de kalender is een heilige watcher. Is een jeje. Een santa jeje. De mensen van die tijd, uit de oude tijden. En Enoch is de zevende die na Adam en Eva is geboren. Adam en Eva zijn niet geboren. Nee, die zijn niet door een moeder en een vader geboren zoals hoe al hun nazaten. Maar dat zijn andere verhalen. Maar in die tijd, want toen Enoch geboren was, leefde Adam nog. En Eva ook. Ze wisten wat de gecreëerde doel van Enoch was. Sterker nog, Enoch en Adam hebben met elkaar gesproken. En volgens mij is Adam ook gestorven ten tijde van Enoch. Maar dat weet ik niet zeker of hij gestorven is ten tijde van Enoch of ten tijde van de zoon van Enoch. Ik heb het wel ergens staan. Maar die mensen in die tijd, die werkten dus samen met de heilige watchers. Want ze wisten dat ze wakker waren, dat ze levende wezens waren en dat ze konden praten met ze. Mensen waren daarvan op de hoogte. En ze wisten dat de heilige watchers de elementen van het leven in zich hielden, vasthielden en in zich verborgen hadden. Dus de heilige watchers hielden in zich, hadden in zichzelf de elementen die de spirit, die de geest van het leven in zich droeg. Dat droegen de watchers in zich. Dat hadden ze in zich. Dat was hun essentie.
En ze wisten ook dat jou, die ooit mens zou worden, die hun gemaakt had, ooit eens op aarde zou komen als mens. En omdat zij de werkelijkheid zijn, zij zijn aanwezig in de schepping, zou Anana eigenlijk hun als het ware tot uitdrukking nemen, want hij zou een lichaam hebben en onze lichamen die zijn gemaakt van de elementen. Dus hun maker zou hun worden. Dat is wat al deze heilige watchers wisten, dat Anana ooit bo tikischien. Wij weten het als abo tikischien, abo asiwanschien. En onze lichamen bestaan uit heel veel uit water, aarde, vuur, lucht. Dus Anana bewoog samen naar de JEDC. Toen op het moment dat Ingbo controle Libisma, Sa'unu Ekaar, Jezus, Yahawashai, jou. Dat wisten alle watchers. De heilige watchers, maar ook de fallen watchers. Dus voor de fallen watchers was het eigenlijk, zij wilden hoe dan ook weten wat een baby dat wordt geboren. Als je dit soort dingen weet, dan ga je steeds meer begrijpen. Zij de, dit is maar bij een kier baby, sta met zo voer baby den kieri. En zoma ben de desma, die zoma desma is bij vroeger soort gado de bij abi. Want het is een feit dat in Amemreboekoe etak abratu gado, dat aan jou naar een semihase. Semihase tik Amemreboekoe. Of Satan of Lucifer, want Allah is niet Lucifer, want Lucifer betekent brenger van licht en licht is kennis. Allah's titel dat hij, en dan komt van Satan. Satan betekent eigenlijk brenger van dood. Amemreboekoe ab tu gado abrasa aitaki. Awan fuden gado dat na lobby, en na lobby na bonfiri, gezet in het Hebreeuws, ano gezet. En atrawa na wan gado sa etja oorlog, estrafu. En na wan vreed gado. Dus na tu gado de na memre buko. Daarom voerus ma a blaka buba 12 lo. De na lop lees a memre buko. Maar dat ana wan boon sani. Omdat ala yeye sa precies a onderscheid voor den Tugado. En te je lees, if you not krinsma, dat is dat precies. Tot gado je lees abra. Pe je lees abra jou. En pe je lees abra Satan. En omdat uno na je is ma. Alas ma saptak. Vooral a apuku. Saba Bijbel. Dus te we lees a Bijbel. En if une kar unsrefi. Jezus, maar de omactie de jeeën de wakkeren aan ons voor mij de na liep jouwang voor lees a Bijbel, maar mij den dangai te je lees a memre boeko en da yoshi tak den du furu fupur blakabuba oru uit a Bijbel, maar ook to de egis mafuden no e lees a Bijbel. A memre buko fu lezi dat na wan taak fu a blaka buba. Dat na a taak fu in wan blaka man. Dat a mus tek a uroko nen tapu. En go suku anana in a memre buko. Dat na sa wan blaka man mus du. Sa abi katibo na ineng, ineng bloodline. Tamek furu blaka man ekar Babylon, Babylon sistema de na ma vier den srefi ineng. Bika anana pot a blaka buba a mansma fudu eng roko en no awroko fu atragado sang gwego kibri en srefi in a memre bugo. Nou, dan ga ik weer naar een poku. En dan ga ik verder dan naar het vervolg. Ja,
de war song van Bob Marley. Het is de tijd waarin we leven. Oorlog. Alles op televisie is oorlog. Vooral de oorlog tussen de Europeanen op dit moment. Oké, we gaan verder met de Watchers, hè? Dus Ananas zou ooit eens datgene worden wat hij geschapen heeft. Namelijk, hij zou deel worden van de elementale en de samenstelling van de elementen. Dat zou hij, hij zou zo'n lichaam tot zich nemen. En hij zou dus in de schepping rondlopen terwijl hij eigenlijk een onsterfelijke wezen is. Maar hij moest het doen. Hij wilde dat doen. Hij moest het niet. Hij wilde dat doen vanuit liefde. Om ons eigenlijk de weg terug naar huis te wijzen. Nadat onze eerste vader en onze moeder eigenlijk vanuit zichzelf door misleiding gekozen hadden. Om eigenlijk onze scheppervader te wantrouwen. Vroeger bestond het woord engel niet. En het woord engel, of angel in het Engels, heeft het woord watcher eigenlijk vervangen. Op het moment dat eigenlijk de mensen van Enoch konden praten met geesten van overleden familieleden en van overleden mensen. Dus toen bestond er eigenlijk een tweedeling. Je had de watchers, die dan eigenlijk de geesten waren van de elementen. Elementale, van natuur. En op een gegeven moment zagen ze dan ook de geesten van hun familieleden, van gestorven mensen, die ook met boodschappen kwamen om te praten met de mensen van Enoch in die tijd. En dat waren natuurlijk ook spirits. Die kwamen dan ook uit de spirituele wereld. Deze mensen werden in eerste instantie angels of engelen genoemd. Toen zij dus eigenlijk verschenen aan de mensen. Bijvoorbeeld engel Gabriel. Van engel Gabriel zegt men dat hij een gestorven voorouder is. In onze Surinaamse Winti-religie hebben wij natuurlijk ook gestorven voorouders die we kunnen oproepen en waarmee we praten en die ons kunnen begeleiden. Sterker nog, een Surinamer die is zo gericht hierop dat hij deze gestorven voorouders is gaan verdelen naar degenen die gedoopt zijn en een christelijke leven hebben gehad en een christelijke religie. En dan heb ik het over de Witmaan-christelijkheid, niet de Twaalfhoek-christelijkheid, hè. En degenen die niet gedoopt zijn. Wij noemen onze gestorven voorouders cabra's. Dus een cabra is eigenlijk niks anders dan een engel. Dus wij moeten dan weer onderscheid zien te gaan brengen dat wat een engel is en wat een watcher is. En omdat wij die memorieboeken niet geschreven hebben, en we weten dat die memorieboeken of de Bijbel heel vaak vertaald is in heel veel verschillende talen. En iedere keer vertalen ze het weer en willen ze het aanpassen naar de tijd, waardoor zij woorden gebruiken die eigenlijk niet gebruikt zouden moeten worden. Het is hetzelfde als wanneer iemand letterlijk Surinaams wil vertalen naar het Nederlands. Dan kan je nog wel de essentie van wat de persoon wil zeggen eruit halen. Maar het is wel een sranantongel. Nou, dat is dus hier ook gebeurd. Sterker nog, op dit moment zijn de Chinezen volgens mij bezig om die hele memoriboeken te gaan voor Chinezen en aan te passen naar hun cultuur en naar hun manier van leven. Omdat ze gezien hebben dat het gebruikt is om sowieso Blakabuba, Twaalfulo, Ningre Kondre Oso te onderdrukken en op een hele lage positie te houden. En het is wat men zegt. De Chinees die probeert alles wat de Europeaan geprobeerd heeft en succes heeft mee gehad, dat probeert de Chinees nu dus ook uit.
Maar ja, we hebben ogen om te zien. En gelukkig komen we in een tijd terecht. Bij Anana, no e draai een bakagi uno, maar ik draai een fysiki uno. Maar dat vertel ik wel in de tijd als ik het, in het uurtje dat ik ga praten over de engel die gaat over de kalender van Enoch. Want die gaat over de tijd, over de juiste tijd. En over de juiste feestdagen die wij als Torenvloer hadden voordat we zijn gevallen. Die les komt nog wel. Dus je had engelen en je had watchers. En vele van de aartsengelen zijn eigenlijk bigismas, zijn eigenlijk cabra's. Michael is een cabra. Men zegt dat Michael de cabra is van Adam. Maar andere mensen zeggen dat hij de cabra is van... is het Seth? Van Seth. Nee, van Shem. Dat is wat mensen zeggen, dat hij de cabra is van Shem. In de seal portion staat dat hij de cabra is van Adam, Michael. En in de Book of Remembrance staat dat Gabriel de cabra is van Adam. Dus ik weet nog niet welke van de boeken gelijk heeft. Ik ga er meer van uit dat eigenlijk Adam Gabriel is. Omdat de Book of Remembrance genoemd is in Malachi, in het boek Malachi 3:16. Maar ja, mensen hebben zoveel veranderd dat het aan ons is. En aan de ene kant vraag ik me ook af, wat maakt het uit? We weten in ieder geval dat de meeste aartsengelen, Uriel, Gabriel, al deze namen die eindigen op El, dat ze eigenlijk mensen van ons waren, die bij Libby, en die eigenlijk onze bloedverwanten zijn. Dus dat neem ik aan. Dus het zijn eigenlijk mensen in engelenvorm. Wil ik nog verder? Wat wil ik nog meer zeggen over de Watchers? Wat wil ik nog meer? Ze waren er heel erg aanwezig, hè, de Watchers. Dus niet de engelen, maar ook de engelen. Want die kwamen aan Noach vertellen van, hey, je moet een ark bouwen. En je moet van alle dieren eentje mee, van alle dieren moet je er een paar meenemen. Een mannetje en een vrouwtje. Van de dieren die je mag eten, moet je meer meenemen dan van de dieren, de onreine dieren die je niet mag eten. En uiteindelijk hebben onze cabra's eigenlijk het gesprek gevoerd met Noah, zijn zonen en hun vrouwen. En daarna zijn het de watchers geweest die samen zijn gaan werken. Er zijn gaan regenen. Het water is vanuit de grond omhoog gekomen. De winden zijn gaan waaien. Dat zijn allemaal watchers. En die hebben ervoor gezorgd dat 40 dagen lang ontzettend veel regen is gevallen. Waardoor eigenlijk onze de vloedgolf is ontstaan. Waardoor eigenlijk ontzettend veel Nephilims vooral zijn overleden, zijn gestorven. En eigenlijk de hele schepping. Want wat men zei is dat op dat moment, ten tijde van Noah, er bijna geen normale mensen die gemaakt zijn door Anana op aarde waren. Semihase en de andere 20 gevallen engelen en hun achterban, die hadden de hele schepping, dier, mens, bomen, hadden ze eigenlijk vernietigd. Heel veel DNA mengen, waardoor eigenlijk alleen Noah en zijn drie zonen nog het bloed hadden en het lichaam hadden, zoals Tatayal ze geschapen had, zonder dat er bloed, de Nabi Moxie, de Broedu, dus de Abba, ja, noem het maar puur bloed, zoals Ananasa had geschapen, dat hadden ze nog in zich. En eigenlijk de hele mensheid die er was, had zich gemengd met het bloed van de gevallen engelen en hun nazaten. Eigenlijk iets wat nu ook op dit moment op aarde gebeurt. Want Anana zei dat in de laatste der tijden, wanneer het eigenlijk net zo op de aarde zal zijn als ten tijde van Noah, dat het boek van Enoch
openbaar gemaakt zou worden. Het is nu openbaar, aan een paar jaar. Heel veel mensen lezen het. De ene accepteert het, de ander niet. Maar het boek is er. En het is wat men zegt. Alles wat Anana zegt, is waar. En het Vaticaan kan zeggen van dat ze het boek niet accepteren. Maar wij halen heel veel wijsheid eruit. En het is wat men zegt. Wijsheid is eigenlijk de drugs. Drugs van de goden. Dat is wat hun high maakt. Het is alweer tijd. Een uur gaat snel voorbij. Ik hoop volgende keer weer hier te zijn. En eigenlijk verder te gaan met de Fallen Watchers en de Holy Watchers. Ik hoop dat jullie er ook bij zijn. Mijn naam is Makeda. En zorg ervoor dat je volgende week dinsdag weer je radio op Radio Maart hebt. Fijne avond. We don't believe Jews are the ones going to the palace.